live op woensdag 8 januari. En in deze Facebook Live ga ik het weer met je hebben over iets wat te maken heeft met het onderwerp uitvallen. Wat bedoel ik dan met uitvallen? Dat als je met je hond op straat loopt, dat die blaft of aan de lijn trekt of gromt of erop afstuift of gaat liggen en dan explodeert. Op het moment dat je een andere hond ziet of dat je een andere persoon ziet op straat tijdens je wandeling. En dan gaat het dan dus over honden waaraan je ook kan zien dat daar heel veel opwinding bij zit. En dat ze reageren op iets wat voor hen onbekend is. En als ik het heb over wat voor hen onbekend is, dan bedoel ik dat ze daar geen relatie mee hebben. Dat is wel even een belangrijk iets. Want als ze een andere hond wel elke dag tegenkomen, dan is die... in die zin bekend dat hij hem vaker gezien heeft, maar hij is niet bekend als zijnde dat hij daar een relatie mee heeft. Dat ze gezelfde huishouden of dat ze vrienden zijn of zoiets dergelijks. Maar goed, ik wijd helemaal uit over een onderwerp waar ik het eigenlijk helemaal niet over wilde hebben. Want waar ik het vandaag met je over wil hebben is een opmerking die ik heel vaak hoor. Dat mensen zeggen van oké, maar... Monique, jij zegt dan dat een hond op het moment dat hij uitvalt, dat hij zich bedreigd voelt. Of dat hij het spannend vindt, of eng vindt, of niet leuk vindt, of nou ja, zo. Maar waarom gaat hij dan naar die andere hond toe? Want mensen vinden dat, logischerwijs, heel erg gek. Want je gaat toch niet ergens naartoe wat je spannend vindt, of wat je niet leuk vindt. Nou, daar ga ik het zo over hebben. Want ik wil eerst nog even met je doorspreken dat op het moment dat ik zeg hè, dat mensen of tegen mensen vertel van nou ja, de kans is groot, niet altijd, maar de kans is groot dat als jouw hond uitvalt op straat naar andere honden of naar andere mensen, dat hij dat doet omdat hij het spannend vindt. En dat stuit heel vaak op een beetje weerstand. En dat kan op verschillende manieren laten mensen dat dan weten. En met weerstand, nou ja... Komt er eigenlijk is een mooi duur woord voor. Dat mensen eigenlijk denken, ja Bladder, je lult me mooi. Maar volgens mij is het niet zo. Omdat ze zelf een ander idee hebben waarom de hond uit zou vallen. En een van de dingen die mensen dan heel vaak zeggen is, ja, maar op het moment dat hij uitvalt, heeft hij zijn staart omhoog. Want er is bij ons, tenminste, zo, dat is er wel bij mij ooit ingestampt, dat op het moment dat een hond zijn staart hoog heeft, dat hij zelfverzekerd is, of dominant, ga ik zo nog wat over zeggen, dat hij zelfverzekerd is. En dat rijmt natuurlijk niet met dat wat ik zeg, namelijk dat een heleboel honden die uitvallen, dat ze dat doen omdat ze bang zijn. Of het spannend vinden en zo. Wat we inmiddels weten, is dat op het moment dat een hond zijn staart hoog draagt, kan die zelfverzekerd zijn en kan die de confrontatie aangaan. Maar zo'n hoge staartdracht zegt vooral iets over het feit dat er veel opwinding zit in zo'n lijf. Dat er veel stress is en dat er veel actiebereidheid is. Het feit dat die staart hoog staat, wil nog zeker niet zeggen dat die niet ook bang kan zijn. Als je hond de staart laag heeft, weet je zeker dat die bang is. Maar als die staart hoog staat, kunnen er ook nog allerlei andere dingen aan de hand zijn. En ik zeg daarbij altijd maar, en ik weet het is een beetje flauw, maar ja, ik kan er niks aan doen, het is me zo. Het feit dat die staart hoog staat, ja, dat betekent dat hij leeft, dat er iets gebeurt. En dat zeggen mensen ook vaak hè, over kwispelen, van ja, maar hij kwispelt, dus hij is niet boos of bang. Ja, het feit dat die staart iets doet, betekent maar één ding en dat is dat de hond leeft. En verder moet je vooral ook naar allerlei andere signalen kijken om iets meer te kunnen zeggen over, oké, maar wat ligt daar nou achter? Is die nou boos of bang of vindt hij het leuk of nou ja, zo. Dus het feit dat een hond de staart omhoog heeft op het moment dat hij uitvalt, wil zeker niet zeggen dat hij niet bang is. Het kan nog steeds heel erg goed zijn dat hij bang is. En sterker nog, ik zie eigenlijk bij een heleboel honden waarbij ik 300.000% zeker weet dat die hond uitvalt omdat hij het spannend vindt, zie ik ook een hoge staart. Ik zie vaak ook een lagere staartdracht, maar ook een hogere staartdracht. Dus dat alleen is zeker niet dat je kunt zeggen, Monique zegt dat de meeste honden uitvallen omdat ze bang zijn, maar dat geldt niet voor mijn hond, want hij heeft zijn staart hoog. Dat is geen argument. Een ander argument wat heel vaak gebruikt wordt, is dat mensen zeggen van ja, maar als die uitvalt, dan dat doet hij omdat hij dominant is. Nou, daar geef ik een uitgebreide lezing over op 9 februari. Ik heb daar laatst nog weer een nieuw artikel over geschreven, want ik ben weer begonnen met het schrijven van nieuwe artikelen. Daar zal ik straks ook even een link naar plaatsen, naar dat nieuwe artikel. En over dominantie gaan een heleboel verhalen de ronde en ik kan je
En er zijn ook allerlei verschillende meningen over, maar ik kan je één ding met 500% zeker zeggen. Als een hond uitvalt naar onbekende honden of onbekende mensen, is die per definitie niet dominant. Dat is echt lariekoek en onzin. En nou ja, in mijn artikel wat ik erbij zal posten, vind je daar een uitgebreide uitleg over. Als je het heel erg interessant vindt, kun je meegaan doen op de lezing op 9 februari. Maar neem voor nu even voor mij aan, een uitvallende hond naar onbekende honden is welke theoretisch onderbouwde, dat is belangrijk, hè, welke theoretisch onderbouwde uitleg je daar ook aan geeft. Wetenschappers en mensen die er verstand van hebben, zijn het er allemaal over eens dat dat in elk geval geen dominantie is. Dus dat kun je aan de kant schuiven. Nou, en dan is dus de derde waar mensen vaak tegenaan lopen, is dat ze zeggen van ja, maar hij gaat er naartoe, dus dan denk ik niet dat mijn hond dominant, denk ik niet dat mijn hond bang is of zich bedreigd voelt of het spannend vindt. Nou, en dat leg ik eigenlijk altijd uit aan de hand van een voorbeeld waarbij ik je wil vragen om je te verplaatsen in een situatie dat jij heel bang bent voor spinnen. Niet een beetje, maar echt gewoon dat je denkt, spinnen, zo. En dan ga je even een boodschap doen, want veel meer mogen we op dit moment niet. En dan kom je op een gegeven moment kom je thuis en dan ligt er op de keukentafel ligt er een briefje waarop staat, er is ergens in huis een spin, maar ik weet niet waar. Dus dat vind je, dus je weet dat er ergens een spin is. Maar omwille van dit voorbeeld mag je geen hulp inroepen. En je mag het huis niet uit. Dus je moet daar in die ruimte blijven en er is niemand om je te helpen. Dan is vervolgens mijn vraag, die ik normaal gesproken in lezingen stel, maar hey, ik krijg geen tegenantwoord. De vraag die ik dan vervolgens stel is, wat ga je doen? Dus je weet dat er iets in huis is waar je heel bang voor bent. Er is niemand die je komt helpen en je kunt niet weg. Nou, de meeste mensen antwoorden dan, ja, misschien ga ik eerst een beetje stilzitten. Maar ja, je moet uiteindelijk toch iets, want je moet ook wel eens naar de wc en je moet ook naar bed en nou ja, dat soort dingen. Dus uiteindelijk ga je, al dan niet gewapend met de stofzuiger of met een pantoffel, ga je op zoek naar die spin. Dus je gaat de afstand tot die spin verkleinen, ondanks dat je er heel erg bang voor bent. En dat is ook in grote lijnen wat er bij een heleboel honden gebeurt op het moment dat ze er wel naartoe gaan, ondanks dat ze bang zijn. Daar komen dan nog allerlei die andere dingen bij kijken, namelijk dat ze ooit geleerd hebben dat dat een onhandige manier is om ermee om te gaan. Dat het gaat over controle en informatie, daar ga ik het in de volgende Facebook Live over hebben. Dus dat is niet het enige aspect, maar dat is wel een belangrijke verklaring waarom honden er naartoe gaan. Dat is ook een belangrijke verklaring voor het feit dat heel veel honden, niet alle honden, voordat we dat weer krijgen, maar er is nooit iets wat heel zwart-wit is, maar dat heel veel honden op het moment dat ze los zijn, veel minder vaak uitvalgedrag laten zien dan wanneer ze aan de lijn zitten. Ook dat heeft met allerlei factoren te maken, maar een van die factoren waar het mee te maken kan hebben, is het feit dat op het moment dat de hond losloopt, dat hij zelf makkelijker de afstand kan vergroten en minder gedwongen wordt om in de richting te gaan van datgene wat hij eng vindt. Zeker, dat geldt niet voor elke hond zo, want soms is het andersom. Hè? Valt een hond bijvoorbeeld aan de lijn niet uit en los wel. Dus het is niet zo zwart-wit, maar het kan een van de factoren zijn die meespeelt. Nou, ik hoop dat je hiermee nu begrijpt waarom jouw hond dus prima, tussen haakjes, want je wilt het natuurlijk niet, maar prima naar een andere hond of naar een persoon toe zou willen gaan, terwijl die ook bang is. Want ja, zo werkt dat nou eenmaal, omdat je als individu op het moment dat je ergens bang voor bent, wil je daar meer over weten en wil je controle hebben. Nou, dat ga ik in de volgende Facebook Live ook uitgebreid met je bespreken. Hoe zit dat dan, dat stuk van controle en informatie voor jouw hond? En hoe kun je die kennis die je dan daar van mij krijgt in mijn volgende Facebook Live, hoe kun je dat gebruiken om de wandelingen al makkelijker te maken voor jouw hond en voor jou? Nou, dat leg ik in de volgende Facebook Live uit. Die volgende Facebook Live is volgende week woensdag, 's morgens om 9 uur. Dus we gaan in de toekomst gaan we weer van 10 naar 9 uur. En het is dus volgende week woensdag. Aankomende maandag is er geen Facebook Live, omdat ik 's avonds ook een lezing geef over uitvallende honden. En dat is behoorlijk intensief, kan ik je vertellen, de hele avond dan achter zo'n computer. Dus volgende week maandag is er geen Facebook Live, maar is er wel een lezing over uitvallende honden. Ik zal de link daarvan straks ook even weer in het bericht erbij zetten, mocht je nog mee willen doen, want dat kan.
En dan is de Facebook Live is op de woensdag 15 januari, ik ga wel heel snel, om 9 uur. En daarin ga ik je dus vertellen hoe je het stukje van controle en informatie al kunt gebruiken om de wandelingen makkelijker te maken. Nou, denk je interessant, ik wil nog meer weten over uitvallende honden? Dat kan natuurlijk, want ik geef op 25 en op 27 januari een webinar met de 8 onzinverhalen over uitvallende honden. Dus ik raad je aan om je daar ook voor aan te melden, mocht je meer willen weten over het onderwerp uitvallen. Nou, ik ga even mijn papiertje checken of ik niet wat vergeet, maar volgens mij heb ik alles gezegd. In het bericht, als ik deze video plaats, ga je dus ook een aantal linken vinden, onder meer naar het artikel over dominantie wat ik nieuw geschreven heb. En naar de lezingen en zo. Dus kijk dat ook vooral door. Vind je dit interessant? Deel en of like dit dan vooral. En dan hoop ik je in elk geval of maandag te zien bij de lezing over uitvallende honden. Of bij de volgende Facebook Live. Of misschien bij het webinar. Tot dan! Doei doei!